Björn Joska, fractievoorzitter, fractieleider van de fractie Groen, is komen aanschuiven. Dag meneer Joska. Ja, u bent het niet eens, want dat heeft u twee keer gezegd in het begin van uw betoog en ook op het einde. U bent het niet eens met de vaststelling van de heer Bourgeois dat Vlaanderen er beter voor staat dan 4 jaar geleden. Mm-hmm. Nee, ik ben het daar niet mee eens, omdat ik... al te veel mensen tegenkomen die wat mij betreft heel wat gevolgen ondervinden van de beslissingen die deze Vlaamse regering heeft genomen. Er zijn nog heel wat Vlamingen die worstelen met het betalen van hun energiefactuur, die toch wel behoorlijk wat meer moeten betalen voor openbaar vervoer, schoolgeld dat naar omhoog gegaan is. Dus allee, ik vind het moeilijk om te zeggen dat iedereen in Vlaanderen erop vooruit gegaan is. Er is een groep mensen die uit de boot is gevallen. Er zijn te veel mensen die uit de boot vallen, maar misschien dragen zij vandaag de gevolgen van de besparingen in het begin van de legislatuur. Zonder tijd. Besparingen waarvan de Vlaamse regering zegt die waren nodig om de begrotingsstructuur in orde te krijgen. Maar vandaag is er tijd voor nieuw beleid en tijd voor investeringen. Een hele lijst met heel veel miljoenen die worden uitgetrokken. Daar kan u toch alleen maar blij om zijn dan? Ja, uiteraard. Wij juichen extra investeringen in zorg, in welzijn, in onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijke investeringen. Maar ik moet toch wel zeggen van, je hebt bij het begin van deze legislatuur zeer hard gesneden, structureel. Dus dat betekent dat dat ook doorwerkt de volgende jaren. En we zitten nog altijd niet op hetzelfde investeringspeil als in 2014. We zitten daar nog altijd een 200 miljoen euro onder. En dat voelen mensen de dag van vandaag. Maar de investeringen die vandaag worden aangekondigd, zullen even goed recurrent zijn en steeds verkeren natuurlijk. Nee, dat is niet waar. Niet allemaal? Nee, niet allemaal. Dus ongeveer van de 1,8 miljoen euro zullen er ongeveer een kleine 700 miljoen euro recurrent zijn. De rest zijn 1,8 miljard, excuseer. Het zullen er eigenlijk ongeveer, denk ik, een 700 à 800 miljoen euro zal recurrent zijn en zal dus ook de volgende jaren terugkomen. Maar ik vind nog altijd, dag van vandaag, zijn er heel veel mensen met zeer hoge energiefacturen die in de problemen zitten. Je betaalt zeer veel voor het openbaar vervoer nu, terwijl je de dienstverlening niet volgt. Bussen, trams rijden niet, stipt. Dus minder service. Dus, althans, ook daar wordt geld voor uitgetrokken. Hè. 27 miljoen voor 1200 groene bussen. Maar dat vind ik een goede zaak, hè, voor alle duidelijkheid. Dus we juichen dat toe. Het is goed dat daar nu eindelijk werk van wordt gemaakt. Maar het geeft natuurlijk niet op dat je in zo'n moderne bus gewoon in de file staat. Ja. Dus het belangrijkste probleem voor openbaar vervoer is doorstroming. Je moet zorgen dat die commerciële snelheid naar omhoog gaat. Zoals bijvoorbeeld in de stad Gent, waar we met circulatieplan die commerciële snelheid van die bussen en die trams naar omhoog heeft gekregen. Dan wordt het ook aantrekkelijk. Dus we zijn er toch nog niet. Ja. En dus er zijn toch een aantal fundamentele punten, ook op vlak van energie, maar ook vooral op vlak van ruimtelijke ordening en betonstop, waar deze Vlaamse regering op papier allerlei leuke dingen heeft beloofd, maar waar je in de praktijk weinig van ziet. Dat was een kritiek die we vaak hoorden bij de oppositie. We erkennen dat er geld bij komt in heel veel domeinen, maar de netto resultaten blijven nog uit. Nu, het gaat natuurlijk over investeringen en dan zou je kunnen zeggen, je moet nog even geduld uitoefenen om dat rendement van die investeringen te zien. Ja, maar die investeringen, bijvoorbeeld rond betonstop, die worden al 2 jaar aangekondigd. Hè. Deze Vlaamse regering heeft in 2016 gezegd, we gaan een omslag maken. Maar ik stel gewoon vast dat het historisch zomerakkoord van een paar maanden geleden geraakt niet veel verder dan wat er in 2016 is aangekondigd. En vandaar ook mijn opmerking, kijk rond die betonstop dan wel in de begroting 2019. Er is, oh god, oh garme, 5 miljoen euro voor voorzien. Terwijl op dit moment steden en gemeenten aan het kijken zijn welke woonuitbreidingsgebieden gaan we niet meer realiseren, dan ga je mij 5 miljoen euro echt niet verspringen. Ja, nu, u heeft een aantal zaken opgesomd die dan doorgeschoven worden naar volgende regeringen. Uitstelgedrag heeft u dat genoemd. Nu, Geer Bourgeois die kwam tussen en zei, meneer Joska, wij hebben wel degelijk een aantal dingen beslist. Hij heeft bijvoorbeeld op het vlak van ruimtelijke ordening erop gewezen dat 4 decreten in de maak zijn, deze legislatuur nog. Het bosdecreet, het decreet dat de woonuitbreidingsgebieden moet regelen. Dat gebeurt nu nog. Voor de volgende gewestverkiezingen. Maar ik hoop dat die decreten snel naar het parlement komen. Hè? Want dus in 2016 had men al de beslissing genomen. De boskaart, daar is een hele vaudeville aan vooraf gegaan. Hij zegt nu, we zijn klaar met dit decreet. Ja, we zullen als parlement dat ook beoordelen. Alleen stel ik wel vast, als je klaar bent met dat decreet rond betonstop en rond die ruimtelijke ordening, hoe komt het dan dat er in de begroting van 2019 nauwelijks middelen zijn voorzien? Dan wil ik dat decreet wel eens goed van dichtbij bekijken. Want ik ga ervan uit, als je een beslissing neemt, dat je dan ook meteen middelen ziet, toch in het jaar daarna. Het is nog niet voorbij de regeringstafel geraakt, begrijp ik. Ik denk het niet. En dus vandaar dat ik zoiets heb van, men heeft een aantal fundamentele beslissingen, bijvoorbeeld ook rond die slimme kilometerheffing voor auto's, waar hier in het parlement
een zeer brede meerderheid voor is, heeft men eigenlijk uitgesteld naar een volgende Vlaamse regering. Maar er was studiewerk nodig, hè? Hebben wij eerder al... Laat mij zeggen dat dat volgens mij een onderwerp is dat ondertussen uit een treuren bestudeert. Okay. Nog één stokpaardje van u, de fietsinfrastructuur. Ik ga niet de woorden herhalen die u gebruikt heeft om aan te klagen dat sommige gevestwegen te gevaarlijk zijn voor fietsers. Maar het was wel opvallend dat u in het Halfrond toegaf dat u zich te scherp heeft uitgedrukt daarover. Wel, het is natuurlijk zo dat in het huidige politieke debat gaat het er soms hard aan toe. Hè. En ja, ik had een beeld gebruikt dat misschien niet helemaal correct was, maar wat wel correct blijft, en dat hoor ik ook bij de andere partijen, dat ook bij de tussenkomst van Koen van den Heuvel van de CD&V, dat is dat die fietspaden langs de gewestwegen, en dat wou ik echt aanklagen, dat is een structureel probleem en dat dus moeten we oplossen. Dat onderwerp komt ongetwijfeld nog terug. Ik zal dat niet loslaten. Bedankt, Björn Joska, voor dit gesprek. Gesprek.